Goedemiddag. Vandaag wil ik het hebben over het fenomeen jezelf niet graag kunnen zien, niet van jezelf kunnen houden als gevolg van je perfectionisme. Mensen met perfectionisme zijn van kindsbeen af vergeten of verleerd hoe het is om zichzelf helemaal oké te vinden en van zichzelf te houden meer dan van gelijk wie. Ze kunnen dat niet. Ze hebben continu die bevestiging en die liefde nodig van anderen en zijn zelf bezig met voor anderen te zorgen en die graag te zien, om uiteindelijk ook die liefde te krijgen. Erg. Erg, want voor mij is het de normaalste zaak ter wereld dat we als mens beginnen met onszelf graag te zien zoals we zijn. De mooie dingen, maar ook de minder leuke, de fouten die we maken. Maar alles is oké. Op die manier van onszelf te houden. Ons helemaal te aanvaarden zoals we zijn. En ook goed voor onszelf te zorgen. En als we op die manier in de wereld staan, ja, dan kunnen we echt van anderen gaan houden en in verbinding gaan. Maar mensen met perfectionisme kunnen dat niet. En op het einde van een coachingtraject vraag ik meestal aan de coachee om een nieuwe oefening te doen. Om 's morgens in de spiegel te kijken. Dat is trouwens misschien ook wel een heel goede oefening die jij kan toevoegen aan je leven. 'S morgens in de spiegel kijken en een beetje voorover te buigen en recht in je ogen te kijken en tegen jezelf te zeggen: hey, jij bent helemaal oké zoals je bent. Helemaal. Met alle mooie dingen die kenmerkend zijn voor jou. Maar ook de fouten die je maakt. Niemand is volmaakt en dat hoeft ook niet. En jij doet echt wel mooie dingen in dit leven. En dan eraan toe te voegen: ik hou van jou. Ik hou erg veel van jou. Veel meer dan van gelijk wie. En dit te doen. Elke ochtend. Als ik dit aan mensen in coaching vraag, dan is dit voor sommigen echt onmogelijk. Ze slagen er niet in om naar zichzelf echt te kijken met aandacht in de spiegel en die dingen te zeggen. Voor anderen is het in het begin heel moeilijk. Wat ik weet is, als je dit als gewoonte gaat integreren in je leven, dat dit echt een effect heeft. Dat je echt gaat voelen dat je jezelf graag ziet en dat je beter voor jezelf gaat zorgen. Als ik zo vertel over de kenmerken van perfectionisme, dan geef ik graag concrete voorbeelden. Dit keer verwijs ik naar een filmfragment. Waarom? Omdat dit zo mooi weergeeft wat mensen met perfectionisme meemaken als je vraagt om in de spiegel te kijken. Dat is moeilijk. Dat lukt niet. Dat wordt heel mooi op scène gebracht door die twee mensen die dat spelen. Ik nodig jullie uit om eens naar YouTube te gaan en te kijken naar dat fragment als aanvulling op hetgeen ik jullie nu verteld heb. Volgende keer bekijken we weer een ander aspect van perfectionisme. Nog een hele fijne dag.